We laten ons niks opleggen, zeker niet door een stelletje mensen in de Eerste Kamer die een ander besluit hadden moeten nemen. Een stelletje mensen in de Eerste Kamer. Ja. Ja, daar is... heb ik me niet bij aangesloten. Nee. Zeker ook niet bij die woorden. Maar u zegt eigenlijk, die spreidingswet die moeten we niet ten uitvoer brengen. Nou ja, dat zeg ik. In ieder geval voor Den Haag. Ik ben gemeenteraadslid in Den Haag, voor Hart voor Den Haag, de grootste oppositiepartij. Den Haag is de dichtst bevolkte stad van Nederland. Echt. Het is ongelooflijk. We hebben overal tekorten. We hebben groot tekort op woningen. We hebben groot tekort in de zorg. Onderwijs, de klassen, we kunnen het niet meer aan, alle mensen die binnenkomen. Dus daar moet wat aan gebeuren. Dus, en wat ons betreft is er één hele grote, zeg maar, fout van het kabinet of een missing link van het kabinet. En dat is dat ze niks doen aan de instroom. En dat moet eerst gebeuren. Maar daar gaat deze wet niet over. Deze wet gaat niet over de instroom. Nee, dat weet ik. Maar wij stellen wel een voorwaarde aan die wet. Ten eerste is het zo dat ze in de bevoegdheden treden van de lokale overheden. Nou, dat hoort al helemaal niet landelijk. Maar goed, dan kun je nog zeggen, oké, we hebben een crisis, dat gaan we nu wel doen. Maar het tweede is dat het helemaal niet kan dat je vanuit een kabinet zegt van, nou, lokale overheden, gaan jullie het even oplossen. Wij doen ons werk niet, want wij zorgen niet dat die instroom naar beneden gaat. Maar regelen jullie het als gemeente maar allemaal. Want dat is wat er in feite gebeurt. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, want dat is bij anderen, neem de jeugdhulp, is dat ook al gebeurd. Maar toch even de solidariteit. Even terug naar, want anders wordt het een te politiek gesprek. Terwijl natuurlijk ook gewoon... Kijk, het kabinet van nu kan niet veel meer doen, is demissionair. Het kabinet wat er misschien aankomt, omdat ze nu aan het formeren zijn, heeft u kennelijk weinig vertrouwen in. Want anders zou u zeggen, nou, ik denk dat straks wel opgelost wordt, dus die spreidingswet kan wel ingaan. Die kans heb ik. Nee. Ik bedoel, ik kan net zo goed zeggen van, laat hem nou niet ingaan, dan wacht even tot het nieuwe kabinet er is. Ja, dan had hij nu helemaal, dan had hij helemaal niet hoeven in te gaan. Maar had al die onrust ook niet gehad. U kijkt, u weet ook uit eigen ervaring dat u ziet wat er allemaal gebeurt op plekken zoals daar bij jullie. Ja, dan kan je toch ook niet helemaal zeggen van, jongens, we hebben het in Den Haag ook hartstikke druk. Nou, we hebben het in, weet je hoe kinderen, hè, jongeren op dit moment, die een eigen huis willen in Den Haag. Hoe lang die moeten wachten? 9 jaar. Ja. 9 jaar. En iedere keer komen er nieuwe mensen binnen die weer recht hebben op een huis. Er moeten nieuwe opvangvoorzieningen gedaan worden. Ik sprak van de week met iemand van de daklozenopvang. Die zegt, binnen de daklozenopvang krijgen we nu al allerlei agressie te verduren als begeleiders. Omdat daklozen met een Nederlandse nationaliteit zeggen, ja, waarom gaan al die anderen voor? Dus het heeft gewoon een effect ook op de sociale cohesie in de samenleving. Op allerlei instituten. En laten we daar nou ook eerlijk over zijn. Maar realiseert u zich ook dat u daarmee eigenlijk tegen die huilende burgemeester die we net zagen in Ter Apel en tegen heel veel van die medewerkers van het COA, die u ook nog kent uit uw vorige hoedanigheid als bewindspersoon, dat u eigenlijk zegt, we laten jullie stikken. Want zij missen de hulp van die 100, meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten die sinds 2012 geen gemeente, geen AZC's plaatsen. Dit is zo'n vervelende manier van deze discussie voeren. Ik heb het over beleid. Deze burgemeester die zit niet alleen maar te huilen omdat hij medelijden heeft met alle schrijnende gevallen. Die zit ook te huilen om de agressie. Die zit ook te huilen om zijn eigen dorp, waar allerlei dingen gebeuren, waar winkeliers geen winkelier meer kunnen zijn, waar alles gestolen wordt, waar buschauffeurs, die mevrouw zei het net al, niet meer durven te rijden. Maar hij zegt, die spreidingswet zou mij helpen. Ja. Die zou mij helpen. Ja, natuurlijk kan en, ik en met hem zegt de voorzitter van de veiligheidsregio dat. Met hem zegt de voorzitter van de VNG dat. Die zeggen dat allemaal. Nou, en? Ik ben gemeenteraadlid van Den Haag. En een grote oppositiepartij. En die mag daar natuurlijk tegen zijn. Zeker. Ja, natuurlijk. Maar wat mij wel opviel als we daar waren, dat we dit heel vaak hoorden. Hè? Dus van medewerkers. En misschien in die zin is mijn blik gekleurd. Omdat ik dat natuurlijk heel lang gezien heb. En heel lang met die mensen en veel met ze heb gesproken. Maar die zeggen gewoon van, joh, neem een provincie als Flevoland. Wij nemen 15 keer meer mensen op, relatief gezien, dan een provincie als Zuid-Holland. Snapt u hun pijn? Ik snap hun pijn niet. Want wij zijn tegen de spreidingswet, omdat wij vinden. En ik spreek als gemeenteraadslid van Den Haag. Hè. Ik spreek niet als minister. Nee, precies. Maar u bent destijds ook minister geweest. Ja. Dus u moet als geen ander zou u eigenlijk moeten weten. En daarom durf ik nu ook zo heftig te zeggen, we moeten er nu eens echt wat aan doen. Dat zei ik 20 jaar geleden al. En 20 jaar zijn we gewoon op dezelfde manier doorgegaan. En we hebben nu overal tekorten. We hebben een economie die stagneert. We hebben een zorg die stagneert. Allemaal omdat, en het gaat mij niet om de individuele mens, om het individuele verhaal, om het individuele gevoel. Het gaat mij om de totale.
En dan kunt u zeggen van, ja, maar dan zie je de mensen niet meer. Ja, ik zie de mensen ook, maar ik zie ook die mensen in Den Haag. Ik zie ook die jongeren in Den Haag die bij hun ouders thuis moeten blijven wonen. En hun leven niet kunnen beginnen. Wat zegt u tegen de commissaris van de Koning die zegt van, ja, u moet zich gewoon aan de wet houden? Ja, nou, ja, ik kan me voorstellen dat de commissaris van de Koning zegt. Ik vind het wel erg makkelijk wat hij zegt. Want aan de andere kant zegt hij ook, ja, wij hebben met Zuid-Holland, wij kunnen het niet aan. Het zijn veel te veel mensen die hier naartoe komen. Wij zijn het dichtbevolkte gedeelte van het land. Wij kunnen dat niet aan. Alleen, dan gaat eerst de gemeente Westland haar eigen statement maken. Dan maken wij een statement. Ja, en dan moet iedereen zijn mond dicht houden. Ik had het fantastisch gevonden als de voorzitter van de VNG nou eens had gezegd, ik sta voor al die gemeenten. Ja? En kabinet, ga je werk doen en zorg dat die instroom naar beneden gaat. Maar volgende week is er, geloof ik, een extra raadsvergadering. Hè? Ja. Ja. Nou ja, we moeten zien. Ik geloof niet dat u in de meerderheid bent. Dus u moet proberen een aantal mensen nog aan de kant te krijgen. U weet dat ik een heel gloedvol pleidooi kan houden. Hè? Dus we moeten nog maar eens zien. Ik zal zorgen dat ik alle cijfers bij de hand heb. En dan ben ik toch heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Okay.